Als je kijkt naar mensen en hun prestatie, dan heb ik gemerkt dat het ontzettend groot verschil maakt of mensen zich oké voelen. Dus dat ze lekker aan het werk kunnen. Nou, ik heb gemerkt dat als je dat kan regelen als baas, dus dat je faciliteiten kan regelen, dat mensen in een volle prestatie komen, zowel individueel als met name ook in teamverband. Nou, dan krijg je een bovenmatige prestatie uit je organisatie. Ik zie het hebben van informatie over wat je moet doen en hoe je dat moet doen als een primaire levensbehoefte voor mensen in organisaties. Net zoals in een voetbalteam, als je weet van iemand dat iemand een bepaalde looprichting ingaat en dan kan je ook je voorbereiden op het aangeven van een bal op die positie waar hij naartoe gaat, want je weet wat hij doet. En dat kan je vaak ook van tevoren bespreken, dat als ik een beweging maak op het veld die richting uit en ik positioneer me dan zo, nou, je ziet een team wat goed op elkaar ingespeeld is, daar geven ze de bal op het moment dat het nodig is en die ander staat er dan ook precies op dat moment. Het gaat erom dat je ziet dat mensen succesvol en zowel in een privéleven als zakelijk, dus ook dat bedrijven succesvol zijn, als ze de goede verbindingen kunnen leggen. Nou, en deze fenomenen onderkennend hebben wij onze software zodanig ingericht dat je zowel vanuit een organisatorisch perspectief als wel vanuit een procesmatig perspectief informatie kan vastleggen en beschikbaar stellen. Precies eigenlijk zoals mensen zouden kunnen werken en de informatie die nodig is om lekker aan het werk te kunnen zijn. Als het gaat om mensen en hoe ze met hun werk omgaan, mensen hoe ze met elkaar omgaan, mensen hoe ze met informatie omgaan, dat heeft ertoe geleid dat we onze software opnieuw hebben moeten uitvinden.